als filmmaker heb je nogal wat mogelijkheden om de dingen op een bepaalde manier te laten zien. Een van die mogelijkheden is het beeldkader. In het begin had de speelfilm een toneelmatig karakter, met als gevolg dat details verdwenen in het geheel. In 1915 kwam de Amerikaanse regisseur David Warwick Griffith met The Birth of a Nation. Hij was een van de eerste die film uit de toneelkader haalde. De Deen Carl Dreyer maakte in 1928 La Passion de Jeanne d'Arc met sterke halftotalen en close-ups. Dit is een super totaalopname. En dit is een totaalopname. En dit is een half totaal. En dit is een close-up. En dit is een super close-up. Ik heb lang op je staan te wachten. Ik ben zo snel mogelijk gekomen. Veel tijd hebben we niet samen. Mijn vader heeft me verboden nog langer met je om te gaan. Hij vindt je niet zo geslaagd als mijn verloofde. Wat? Ik ben van goede huizen, mijn familie valt niets aan te merken. En ik ben lief voor je. Gisteravond heeft mijn vader gezegd dat ik je niet meer mag ontmoeten. Wat nu? Ik weet het niet. Ja, dan zit er niets anders op dan dat we elkaar in het geheim ontmoeten. Ik kan je niet missen. Dat hoeft ook niet, schat. Oh, Vladimir. Oh, Veronica. Veronica, ik hou van je.
zo doorgaat, leef je geen 10 jaar meer. Een verandering van beeldkader en muziek kan een scène een geheel andere betekenis geven. Onmiddellijk aan de lijn doen. Kom hier!